Ik ben Manu Klaas, burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem. Wat gaan we dit jaar nog zeker realiseren? Dat is de aanleg van een parking achter de basiliek in Scherpenheuvel. Dus zoals jullie allemaal weten is Scherpenheuvel het bekendste bedevaartoord van België. We hebben ieder jaar 800.000 bezoekers. Momenteel hebben wij toch al een 1100 parkeerplaatsen, randparkings rond het centrum. Maar we willen de basiliek en de sitter rond de basiliek nog toegankelijker maken. En vandaar dat we eigenlijk de parking die al bestaat, dat we die volledig gaan vernieuwen samen met de kerkfabriek. Er zullen 250 wagens kunnen parkeren. De kerkfabriek is eigenaar, maar we hebben samengewerkt. En het is ook een project in het kader van het Merode gebied, want we zijn een Merode gemeente. En zoals we de poort A verboden rond de abdij en de omgeving van de abdij en de lekdreef hebben uitgewerkt, gaan we nu ook de poort Scherpenheuvel realiseren. En dat is daar een onderdeel van. Die werken zullen starten in maart, dus volgende maand. En die zullen beëindigd worden eind van dit jaar, als alles volgens plan verloopt. En 200 parkings zijn dan meer ter beschikking, zodanig dat de basiliek toegankelijk is voor de vele bezoekers. De volgende 6 jaar zal er zeker verder gewerkt worden rond verkeersveiligheid. In het verleden hebben we al heel wat inspanningen gedaan om nieuwe fietspaden aan te leggen. Er zullen er weer een aantal, in de pipeline. Ik denk aan het fietspad tussen Averbode en Laakdal, dat dan langs de abdij gaat. Ik denk ook aan het Demerfietspad en ook het fietspad langs de spoorweg tussen Testelt en Aarschot. Groot probleem is, en dat hebben we ook ondervonden wanneer wij de verkiezingen hebben voorbereid in contacten met inwoners, dat is dat overdreven snelheid toch wel een groot probleem is als een groot probleem wordt ervaren bij de inwoners. En we gaan daar ook verder rond werken. We gaan niet alleen sensibiliseren, maar ook meer repressief optreden. Dat wil dus zeggen eigenlijk dat wij dus ook meer camera's gaan inzetten, meer controles gaan doen, om inderdaad die snelheid om die aan te pakken. Het zal zeker iets zijn dat we verder zullen zetten. Dan hinderlijk parkeren is ook een groot probleem. Ik bedoel al echt hinderlijk parkeren, gevaarlijk parkeren. Dat wil zeggen parkeren op een voetpad, parkeren op een fietspad, parkeren op een kruispunt of te kort bij een kruispunt. En daar zullen we ook werk van maken de volgende jaren. En dan, wat dat zeker nog belangrijk is, dat is de doortocht Averbode en de doortocht Okselaar. Waarbij dus wij dus met drukke gewestwegen zitten. En daar zijn we nog altijd vragende partij naar het gewest toe om daar werk van te maken. Aanslepend probleem, en dat zal ook in andere gemeenten zo zijn, is het zwerfvuil. Zwerfvuil is een groot probleem. We zijn een open gemeente. Dat wil dus zeggen, we hebben heel wat bossen, veldwegen, open ruimte, weiden. Dat maakt nog natuurlijk ook dat je op die plaats heel weinig sociale controle hebt en dat ja, de kans groter is dat er zwerfvuil weggegooid wordt of dat er sluikstorten is. En daar gaan we zeker verder werk van maken om dat meer te beteugelen ook, te handhaven via de gasreglementering. Maar ook stellen we vast, en dat vind ik wel positief, dat meer en meer inwoners willen werken, willen samenwerken, willen meewerken om zwerfvuil op te ruimen. En dat gaan we ook meer ondersteunen. Dat kunnen zowel individuele inwoners zijn als verenigingen. Dus dat we die ook meer materiaal gaan ter beschikking stellen, gaan ondersteunen zoals dat ook al nu gebeurt. Maar we gaan daar meer een project rondop zetten. Wat gaan we zeker niet doen? Dat is de belasting verhogen. We hebben begin 2013 een belastingverhoging moeten doorvoeren. Ik bedoel dan de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Ondertussen hebben we wel serieus aan schuldafbouw gedaan. We hebben de laatste 6 jaar onze schuld afgebouwd met 35%. Dat is een heel hoog percentage. Nu, die schuld is er ook gekomen met al de werken die wij voordien gedaan hadden. Dat wil zeggen dus fietspaden, wegen, riolering, gebouwen. Nu, als we die schuld verder kunnen afbouwen,
is het de bedoeling dat wij in plaats van de belastingen te verhogen, dat we die eerder zouden moeten verlagen. Maar ik ga daar duidelijk over zijn. Ik ga daar geen beloften over doen. We gaan dat wel proberen. Want daar zijn we natuurlijk afhankelijk van externe factoren. Zoals bijvoorbeeld de eventuele loonsverhogingen of de subsidiëring van de hogere overheden die niet doorkomt of verminderd wordt of verplichtingen die opgelegd worden. Maar het is een streven en we gaan proberen om die inderdaad naar beneden te halen de volgende jaren.